Oké, we blijven gewoon verder gaan in ons thema. Dus het staat echt bol van de aankondiging naar de aanloop van het einde van het jaar. En zo heeft ook mijn favoriete fotomerk, mijn merk, eigenlijk het merk. Ik heb eigenlijk al mijn materiaal op dat moment omgeruild voor Fujifilm. En ik heb zelf de X-T2 en de X-T1. Ze hebben vorig jaar de X-H1 aangekondigd. Deze camera die meer gericht is op, die dus in-body image stabilization heeft. Dus die groter is en zwaarder daardoor, maar die dus wel iets beter geschikt is voor filmen. Die ook lange tijd betere filmspecificaties had dan de X-T2. Maar ze hebben dan later de X-T2 met de firmware update voorzien van 4K, 60 frames, 120 frames en dergelijke meer in. Dus dan eigenlijk de X-T2 mooi opgewaardeerd, een sterkpunt van Fujifilm, die firmware update. En ik dacht, oké, we gaan. Ze hebben nu dus de X-T3, de opvolger van de X-T2, aangekondigd voor het einde van dit jaar. Ik geloof dat die in september beschikbaar werd. En ik dacht, oké, we gaan even kijken op de website, maar ik zie die nog niet staan op dit moment. Dus we zullen moeten beroep doen op andere websites. En dan denk ik bijvoorbeeld aan fujirumors.com. Even heel snel mijn scherm delen. En dat is eigenlijk een. Ik denk dat type website, dat zijn eigenlijk websites die allerlei geruchten gaan verzamelen en bundelen op één website over een bepaald product. Dus in dit geval is dat Fuji. Over Fujifilm gaan die alle geruchten gaan verzamelen. Maar ziet, hier zijn ze al over promoties bezig van de Fujifilm X-T3. Dat gaan we even, ja, uiteindelijk, dat soort websites leeft echt van reclame. Dus je ziet de reclame. Het is op zich een goede bron voor informatie, omdat, maar je moet wel alle informatie met een korreltje zout nemen, omdat veel van die informatie nog niet, dat zijn allemaal nog geruchten in veel gevallen, dat is typisch nog niet bevestigd door de fabrikant zelf. Maar dus ze maken hun inkomsten verzamelen via de advertenties, maar dus ook via typisch die links die je hier allemaal ziet, maar ook binnen de tekst dan ook vol met links. Dat zijn links naar websites waar ze die producten verkopen. En als je daarop klikt en via die link dat product koopt, dan ga je eigenlijk een deel van hetgeen dat je betaalt. Zij krijgen eigenlijk een heel klein percentage van die aankoopsom, krijgen zij bij elke aankoop. Maar dan als we gaan kijken naar de aankondiging, ja, hier gaan ze de X-H1 gaan vergelijken met de X-T3. Dit zijn de gelekte specificaties, dus nog voor de officiële aankondiging hadden ze deze lijst van specificaties verzameld. En hier gaan ze al gaan vergelijken met de X-T2 en de X-H1. En dat lijkt me wel een belangrijke, interessante post. Ik heb zelf dus de X-T2, de X-H1 heb ik niet, omdat ik er... ik film er wel mee met de X-T2, maar niet in een manier waarop dat de X-H1 mij voordeel zal bieden. Maar nu dus de X-T3. Ik denk een belangrijk verschil bij de X-T3, de aankondiging daarvan, hebben ze meteen al gezegd, oké, de X-T2 en de X-H1 en dergelijke zijn allemaal in Japan gemaakt, maar de X-T3, daar houden we de prijs van proberen drukken. Dus ik geloof, was 1500 of 1600 euro voor de X-T2 met een lens bij iets in die zin, met de 18-15mm standaard zoomlens. We gaan de prijs van de X-T3 proberen laag houden en we gaan daarvoor de productie verhuizen van Japan naar China. Typisch, de dag van vandaag zal het verschil tussen een product dat in Japan of in China ontwikkeld is klein zijn. Maar vroeger was het wel zo dat Japan typisch een betere kwaliteit leverde dan China. Maar ik denk dat dat de dag van vandaag geen argument meer is dat dat verwaarloos is, kwaliteitsverschil. En uiteindelijk is het Fujifilm die het product verkoopt, dus Fujifilm zal zijn naam hoog willen houden en zal, ondanks dat dat product in China geproduceerd wordt, zullen ze nog altijd hun uiterste best doen om dat product ook goed te testen voordat bij de klant terechtkomt. Dus ik denk dat we op dat vlak dan daar geen zorgen moeten rondmaken. En eerlijk gezegd, ik heb uiteindelijk al een klein beetje verschoten van de prijs, maar wat blijkt? Zonder lens is 1300 euro of 1400 euro, dat is eigenlijk dan noemen ze dezelfde prijs als de X-T2. Dus dan stel ik mij de vraag, oké, waar is ons beloofde voordeel in prijs door de verhuizing naar China? Ik denk dat er weinig van aan is. Ze hebben uiteindelijk gewoon de marge verhoogd, denk ik. Dus ze hebben het waarschijnlijk wel goedkoper gemaakt door in China te gaan produceren. Maar ze hebben die beloofde
prijszakking eigenlijk niet doorgevoerd. Wat dat wel een klein beetje spijtig is. Want eigenlijk de XT2 kost evenveel als de XT3. Dat zijn dan verder de specificaties. Nu dat is ook weer marketing, dat is denk ik het misleiden van de klanten en verhaal marketing, daar draait marketing rond. Als we gaan kijken, als ze heel kleine lettertjes ook, zal het allemaal een klein beetje. Ze hebben dezelfde APS-C formaatsensor, maar waar dat de XH1 en de XT2 dezelfde X-Trans versie 3 sensor heeft, heeft de Fujifilm XT3, dus de nieuwe camera, heeft een nieuwe sensor, namelijk de X-Trans 4 BSI. En BSI staat denk ik voor backlit, dus het feit dat er licht achter de sensor zit. Ze hebben, ze zijn van 24, dus de oude sensors zijn 24, ze zijn naar 26 pixels gegaan. Kan ik dat vergroten eigenlijk? Bijkomend voordeel is dat de reclame meteen ook in beeld is op die manier. Oké. Dus we zaten aan dat type sensor hier. Dan, ze zijn van 24 naar 26, dus dit is eigenlijk XT2 en dit is XT3. XH1 is eigenlijk een ander type camera, is met in-body image stabilization, is eigenlijk meer gericht voor filmen. Dus van 24 naar 26 megapixels, ze dachten dat er een low-pass-filter ging komen, maar dat is er niet gekomen. Ze hebben dus de X-processor Pro, ze hebben een nieuwe processor uitgebracht, de X-processor 4. Nu, dat is gewoon... dat betekent als je, wat doet een beeldprocessor, die gaat typisch alle informatie dat van die sensor uitgelezen wordt, gaan verwerken en omzetten, dus als pure data, nodes en eentjes, die gaat die gaan omzetten naar een foto, een JPEG-bestand of een RAW-bestand. Met daarin ingebakken een voorbeeld zijn een JPEG-bestand opnieuw. Dus dat is wel een heel belangrijk component. Los daarvan, de X-processor Pro was al een supergoeie processor. Natuurlijk, de X-processor 4 zal voortbouwen op die vorige generatie en zal een aantal, waarschijnlijk zal die compacter zijn, zal die sneller zijn, zal die, dat is typisch zoals dat met computers gaat of met telefoons gaat. Het wordt allemaal kleiner en sneller en verbruikt ook altijd maar minder en minder energie. Dus je batterij zal waarschijnlijk iets langer meegaan, deels door die processen. Dus zoals jij ziet, de prijs in dollar $1599 blijft $1599. Ja, er staat hier less dan $1599. Maar ik denk dat 14,99 geworden is. Dus ze zijn van Japan naar China verhuisd. Maar dat is denk ik verwaarloosbaar. Ze hebben nog altijd een dual SD-kaart slot. Dat is een argument voor professioneel fotografen. Die altijd een backup hebt live van uw SD-kaartje. Ah, belangrijk verschil. Ze zijn dus de face detection, het autofocus systeem. Was vroeger over, grotendeels over de sensor, maar niet de hele sensor. Dat kent nu in de nieuwe camera. Die XT3 heeft.